heel erg leuk vind, is klanten te helpen te groeien. En dat vanuit het perspectief van communicatie. Dus het spelveld is communicatie. En om vorm te geven aan de vraag hoe je organisaties daadwerkelijk een stap verder kan helpen. Dat is wat ik doe. Okay. Daar vorm aan geven. Net als heel veel andere mensen die iets creëren en organisaties die dat maken, maken wij natuurlijk ook dingen waarvan we van tevoren bedenken van dat is geniaal, om achteraf te constateren dat dat toch niet helemaal geniaal was. Of niet uitwerkte zoals we het bedoeld hebben. En wat ons anders maakt dan heel veel andere bureaus is dat wij heel erg graag vooraf exact willen weten wat het doel is van datgene wat we gaan doen en wat we gaan maken en hoe we dat meten. Waardoor we achteraf vast kunnen stellen dat datgene wat we gedaan hebben, dat dat toch beter kan. En dat dat toch een volgende slag kan nemen. Dus wij zijn in staat om hele stomme dingen te doen. En constateren vervolgens dat dat niet zo slim was. Dat klopt. En de omgekeerde versie zeg maar. Kwalitatieve groei is sowieso veel leuker dan kwantitatieve groei. En dat besef kwam doordat een van onze grote klanten twee jaar geleden tijdens een meeting die we bij hun hadden met hun directieteam, een hele grote verzekeraar. En na anderhalf uur een zucht slaagde en zei: Pieter, wil jij mij één plezier doen? Toen zei ik, nou, het ligt eraan wat dat is. En toen zei hij van, wil je alsjeblieft niet veel verder groeien in aantallen mensen dan je nu bent, want jullie kunnen nu alles. En als je groter groeit, dan ga je weer een organisatie krijgen met gelaagdheden. Dan ga je energie in andere dingen stoppen. En groei nou alsjeblieft in kwaliteit in plaats van in kwantiteit. Want daar wordt echt niemand gelukkig van.